Ik dacht eerst dat het een slaapmasker was. Hi, mijn naam is Danique en super leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag heb ik een hele speciale video voor jullie, want het is namelijk een kerstvideo. Ik heb hier achter de kerstboom al staan zoals je ziet. Dus vandaar dat ik nu hier zit om wat meer het kerstgevoel erin te brengen. Ik heb echt mega veel zin in kerst. Vandaag ga ik een adventskalender unboxen van de Action. Deze was 9,14 euro als ik het goed zeg. En je had ook nog wel andere adventskalenders. Je had er eentje met make-up erin. Je had er eentje met allemaal bathbombs en doucheproducten erin. En volgens mij was er nog een adventskalender en daar zat ook allemaal make-up in. Dit is de adventskalender die ik heb gekocht. En dit is de adventskalender met allemaal doucheproducten erin en zo. En hij heet The Beauty Adventskalender. En hij is van Spa Exclusive. Ik heb nog niet gekeken wat erin zit. Het staat wel op de achterkant. Maar ik heb daar maar niet naar gekeken. Want anders dan weet ik al zo'n beetje wat erin zit. En dan zie je mijn reactie niet. En dat vind ik jammer. Ik heb voor deze adventskalender gekozen omdat ik geen make-up draag van Action. Alleen een oogschaduwpalet. Die heb ik in mijn herfstfavoriete video ook laten zien. Maar die vind ik echt super fijn. En die heb ik gekregen van een vriendin. Maar voor de rest draag ik niet echt Action make-up. Want ja, ik weet niet. Ik heb gewoon bepaalde producten die ik heel erg fijn vind. En die blijf ik gewoon gebruiken. En ik vind het zonde om dingen weg te gooien. Dus ik denk dat ik hier wel echt wat aan heb. En laten we hem maar direct gaan openmaken. Er zit namelijk nog een plasticje omheen. Dus die ga ik er nu even proberen af te peuteren. Zo. Hier staat ook een afbeelding met wat er ongeveer allemaal in zit. Oh, en hij klapt open. Wat moet ik hiermee dan? Oh. Wacht, ben ik hem aan het slopen? Ik denk dat ik hem aan het slopen ben. Klap hem lijkt mij. Oh ja. Ja. We hebben hem opengeklapt. Oké, ik heb die flapper er even afgehaald. Want anders is het echt niet handig als ik dit allemaal wil gaan laten zien. Zo ziet de adventskalender er dus uit. En ja, laten we gewoon snel beginnen. Ik ben wel van plan om gewoon de normale volgorde aan te houden. En niet gewoon random vakjes open te maken. Dus we gaan wel gewoon echt beginnen bij 1. En die zit hier. Hoort dit bij vakje 17 of zo? Oké, hier steekt dus zo'n ding uit. En ik denk dat het van vakje 17 is. Maar die kun je dus wel gewoon zien bij vakje 1. Maar dat maakt niet uit. We gaan deze eruit halen. Als het lukt. Ja. Oké, dit is dus het eerste product. En het is een handcrème. Zo ziet hij eruit. Ik ben wel echt heel erg benieuwd hoe die ruikt eigenlijk. Nou. Oké, ja, ik heb hem eraf. Nee, ik heb hem helemaal niet af. Ik ruik er echt helemaal niks van, want ik krijg hem gewoon niet open. Ik weet niet of je het kan zien. Oh, ja, er komt wat uit. Maar er zit nog steeds plastic bovenop. Hoezo krijg ik dat dan niet af? Hé, dank je. Nou, het is eraf. Oh, hij ruikt wel lekker. Het is een beetje een subtiele geur. En daar hou ik zelf wel van. Ik hou niet echt van die hele sterke geuren. Oh, er komt wel echt heel veel uit in één keer. Zo, zijn mijn handen ook weer helemaal ingesmeerd. Laten we verder gaan naar vakje 2. Ik zie wel dat het een heel klein vakje is. Dus ik ben benieuwd wat hierin zit. Ik zou ook niet echt kunnen raden wat hier dan in zit. Laten we hem maar gewoon openmaken. Oh. Oh ja, hij rolt eruit. Oh, dit is heel schattig. Dit is echt ook de kleinste bathbomb die ik ooit heb gezien, denk ik. Dit kan toch niet je hele bad roze maken, of wel? Ik heb meestal de bruisballen van Lush. En die zijn echt zo, denk ik. En deze is echt zo. Dan gaan we door naar vakje... Oh, de bruisbal valt. Dan gaan we door naar vakje 3. En die zit hier helemaal onderaan. Vakjes zijn wel echt moeilijk open te maken. Oh, wat is dit dan? Ik krijg het er echt niet uit, jongens. Ik krijg het er echt oprecht niet uit. Ik heb de adventskalender gesloopt. Maar ik krijg hem er nu wel uit. Dit is een body lotion, staat erop. Ik vind body lotions altijd wel heel erg lekker. Ik gebruik ze ook altijd. En ik ben ook weer benieuwd hoe deze ruikt. Je zet weer dat plasticje overheen. Kijk dan. Ik weet niet of je het kan zien. Maar dan haal ik dat aluminiumfolie eraf. En dan blijft er gewoon plastic zitten. Ik weet niet of andere mensen dit ook hebben. Maar het gebeurt me nu al 2 keer achter elkaar. Nou ja, ik zal het zo wel even met een schaaf zo afhalen. Oh, dat is wel echt een hele andere geur dan deze. Ik vond die andere wel lekkerder ruiken. Maar deze ruikt op zich ook wel prima. Voor een body lotion ruikt hij wel lekker, ja. Hebben we 2 tubes en een bruisbal. Laten we verder gaan met het volgende. En dat is het vakje hier helemaal linksbovenin. Oh, wat is dit dan? Huh? Wat?
Spa Exclusive staat er alleen op. En ik heb geen flauw idee wat het is. Oké, laten we hem gewoon openmaken. Ik krijg het toch niet open. Ik ga even een schaap halen. Gaan we dit even openknippen. Want ik heb geen flauw idee wat erin zit. Het lijkt wel een doekje of zo. Alleen dan heel erg vaak een verpak. Wat is dit? Wat? Wat moet ik nou... Wat? Wat is dit? Een vacuümverpakt doekje. Oké. Okay. Is dit trouwens niet dat je het in het water moet leggen? Dat je het in het water moet leggen en zich dan volzuigt met water. En dan heb je dit doekje. Want ik heb hem nu gewoon uit elkaar getrokken. Ja, ik denk dat je hem in het water moest leggen. Maar ja, we hebben een doekje. En anders hadden we een nat doekje gehad. En zo waren we alweer bij 5 aangekomen. En die zit direct naast 4. En het is ook weer een heel klein vakje. Oh, ik krijg die vakjes echt niet open. Oh, weer een bruisbal. Misschien moet je gewoon al die bruisballen bij elkaar instoppen. En dat je dan opeens één grote bruisbal hebt. Ze zijn echt heel klein en heel schattig. Ik weet niet, ik vind het wel leuk. Verder met nummer 6. En die zit hier. En dit is een iets groter vakje alweer. Oeh. Oh, een body scrub. En er staat op dat het een body scrub is. En dat vind ik echt geweldig. Wat is dit? Oké, dit zit er dus in en het is een soort gelvorm. Wat is dit? Het is echt gel. Oké, ik geloof wel dat je dit als een soort scrub kan gebruiken, maar het ziet er echt heel raar uit. Niet de scrub die ik gebruikelijk heb, laat ik het zo noemen. Sorry voor het licht trouwens, ik zie dat het licht echt heel erg zo naar binnen komt. En de zon is er altijd wanneer die er niet hoort te zijn en andersom ook. Dus ja, sorry voor het licht, maar er hangen nog geen gordijnen omdat we onze hele woonkamer hebben omgebouwd. Dus ja, vandaar dit licht, dat is een beetje vervelend. Maar we gaan gewoon lekker door met de video. Zeven zit hier. En het is echt een klein vakje. Wat moet daarin zitten? Dit zit er dus in 7. Het is een haarklipje. Ik gebruik echt nooit van zulke clipjes. Ik gebruik alleen van die hele grote clippen. Zodat je je haar zeg maar zo kan doen en het niet in de weg zit. Misschien dat als je je haar zo bij elkaar doet en dan vastklipt. Maar dat heb ik eigenlijk nooit. Ik weet zo even niet wat ik hiermee moet. Maar... misschien komt het ooit van pas. We gaan verder met 8. Ik doe echt moeite om dit open te krijgen. Ik kan niet zien wat het is. En ik wil hem er ook heel graag uit hebben. Ik krijg hem gewoon echt niet uit. Ja, hallo. Kom op. Ja. Ik heb hem eruit. Dit is een shower gel. En zo ziet hij eruit. 9 moeten we doen. Oh, 9 is echt heel erg groot. Het is badzout. Oh, lekker. Oké, dat vind ik wel leuk. Ja. Nice. En dan zijn we alweer bij nummer 10. En nummer 10 is echt een heel smal vakje. Oh, hier zit zo'n nagelknippertje in. Oh, maar deze is wel heel schattig. Ik raak deze dingen eigenlijk altijd kwijt. Dus het is wel handig om een nieuwe te hebben. En hij is dus rood, wat te maken heeft met kerst. Dus dat is natuurlijk ook superleuk. Dit is altijd handig, dus hier ben ik wel blij mee. Ik sloop echt letterlijk elk vakje. Dit heb ik eruit gehaald en het is ongeveer hetzelfde als dit. Alleen dit is badzout en dit zijn badparels. Dan zijn we alweer bij nummer 12. En ik zie dit zo op camera en ik heb echt dat hele ding gesloopt gewoon. Oké. Dit zijn dus van die dingen die je kunt gebruiken met nagellakken. Zodat je je tenen uit elkaar houdt en dan makkelijk je nagels kunt lakken van je tenen. Ik lak mijn teennagels eigenlijk niet zo vaak. Dus ik denk niet dat ik hier heel veel aan heb. Maar dit zit er in ieder geval dus ook in. 13 is een ongeluksgetal. Dat blijkt al wel weer, want ik krijg het vakje gewoon echt niet open. Ah. Oh, nagel in mijn duim. Een lipgloss. Oh, dit is wel cute. Kijk, dit is een lipgloss. En hij is gewoon transparant met glittertjes erin.
Hij is echt wel schattig en hij ziet er ook best wel kerstachtig uit met die glittertjes. Dus dat is natuurlijk wel heel erg leuk. Ja, ik vind het echt leuk dat ze dit erbij in hebben gedaan. Wat is dit dan? Oh, een boekje. Dit haal ik eruit. En ik heb tot nu toe nog niet echt een idee wat het is. Ik heb ook nog niet naar het plaatje gekeken trouwens, want ik denk dat het daar wel op stond, maar geen idee. Huh? Oh, als je make-up op doet of een masker of zo, dat je dan... Dat logo zit gewoon verkeerd om, want dit horen oortjes voor te stellen, denk ik. Maar als dat oortjes moet voorstellen, dan denk ik dat je zo op moet doen voor een masker of zo, maar dan zit dat logo verkeerd om. Nou, ik weet niet, ik kan hier wel gewoon enthousiast om worden. Het ziet er heel skeer uit. Oh, maar ik vind hem wel leuk met die oortjes. Ik weet niet, ik vind hem wel grappig. Want ik heb nu ook zo'n soort ding, alleen dan van de Basic Fit. En dat moet je dan eigenlijk gebruiken voor sporten. Maar het is echt best wel gewoon heel erg lelijk. En niemand gaat dat opdoen tijdens sporten. Dus ik gebruik dat altijd om maskers op te doen. En die zit dan ook zo, maar die zit echt mega strak. En elke keer als ik daar een masker op heb gehad, heb ik echt knetveel hoofdpijn. Omdat dat ding gewoon zo strak zit. Dus dit is wel echt top. Ik dacht eerst dat het een slaapmasker was. Kan natuurlijk ook. Nee, dat kan echt niet. We gaan verder met 15. Oh, lekker. Een face wash. En het lijkt me ook nog leuk om een keer een video te gaan opnemen waar ik allemaal Action skincare producten ga uittesten. Dus die kunnen jullie ook nog op mijn kanaal gaan verwachten. Oh mijn god, spoot ik dat nou echt in mijn neus? Oh mijn god, het kwam letterlijk in mijn neus. Nu snap ik ook waarom ze dat doekje erbij hebben gedaan. We gaan in ieder geval verder met nummer 16 alweer. Oh god, nee. Alweer zo'n ding. Deze dingen krijg je letterlijk overal bij. Als je iets aan een vriendin geeft en je geeft zo'n bodyset, dan zitten deze dingen er ook altijd bij. En als je zo'n ding thuis hebt, dan weet ik zeker dat je die hebt gekregen, hè? Want dit stoppen ze overal bij. Ik heb dit trouwens wel echt lang niet meer gehad. Oké, verder naar de volgende. En dat is vakje 17. Die zit hier. Dat is weer een heel groot vakje. Hij zit vast. Oh, dit is heel schattig. Dit is alleen niet zo goed wat je hierin moet doen. Ik zag hem net stiekem ook al op de afbeelding staan, maar daar lijkt hij echt een stuk groter. Wat moet je hierin doen? Het is echt, echt klein. Nummer 18. Waar is die? Oh, hier. Hij zat verstopt, 48. Oh, een heel klein tubetje. Conditioner? Wow, er zit gewoon conditioner in. Ik gebruik eigenlijk altijd dezelfde conditioner. Ik gebruik altijd de conditioner van André Lon. Ik weet niet, ik ben best wel gehecht aan de conditioner die ik nu heb. Ik denk dat ik dit wel kan gebruiken op vakantie. Of als ik een weekendje wegga en ik niet zo'n hele fles mee wil nemen. Oké, we gaan verder. 19. Die zit hieronder. Dit is een Luxury Body Mist. Ik vind body mist altijd ook heel erg fijn. Ik gebruik altijd de body mist van Victoria's Secret. Maar dit is dus ook een body mist. Nee. Hij spoot echt zo'n hele straal. Dit moet toch een beetje... Wat? Oh, in mijn gezicht. Oeh. Ruikt wel lekker. Ik vind deze donkerblauwe wel echt veel lekkerder ruiken dan deze. Deze ruikt ook wel lekker, maar deze ruikt gewoon 10 keer beter. Ik denk wel dat ik deze body mist ga gebruiken, want hij ruikt echt heel erg lekker. Verder naar de volgende. En de volgende is alweer 20, of niet? Ja, 20. Ik loop bij alles. Ik kan best goed zo achterkijken. Oh, dit is... Oh, dat vind ik leuk. Dit is voor je nagels volgens mij. Dit is zo'n blokje. Oké, dit is dus om je nagels te veilen. Dat weet ik toevallig, want een vriendin van mij heeft het ook. Als eerst heb je hier staan step 1 en dan ga je daar overheen met je nagel en dan vel je je nagel eigenlijk. En dan heb je step 2, 3
En voor. Oh, nee. Voor. Ik heb dit ooit een keer bij een vriendin uitgeprobeerd. En daar werkt het echt super goed. Ik heb op het moment nagellak op. Dus ik ga het nu niet gebruiken. Ik vind het ook echt super origineel dat het erin zit. Had ik echt niet verwacht. Kijk deze adventskalender. 21. Oh, ja. Oké, okay, zo kan het ook. Oké, dit is een body butter. Zo ziet hij eruit. En hij ziet er ongeveer hetzelfde uit als deze. Body butters vind ik ook nog wel eens fijn om te gebruiken. Ik ben heel erg benieuwd hoe deze ruikt. Ja, dat dacht ik al. Deze ruikt weer hetzelfde als die andere van de blauwe versie. 22. En dit is een day cream. Oh, dat vind ik ook leuk. Nou, deze adventskalender verrast mij. Er zit gewoon een dagcreme in. Ja, dat vind ik ook leuk. Maar deze is rood. Hadden we al eerder een rode? Ja, deze was rood. Dat is heel naar. Ik weet niet, maar dat moet ze daar echt anders gaan maken. Want elke keer als je zo'n aluminiumfolie eraf haalt, dan blijft dat plastic gewoon zitten. Dat heeft toch echt helemaal geen nut. Dit is een soort roze geur. Ik ruik een beetje roze in ieder geval. Maar een dagcrème vind ik heel erg leuk bedacht. Dus dat is helemaal top. Laten we verder gaan naar de volgende. Ik irriteer me echt heel erg aan die zon trouwens. We hebben bijna alles uitgepakt. Ik denk dat die dan helemaal uit elkaar valt. Alles is toch al helemaal kapot. Nu heb ik dat papier eraf, krijg ik hem ook alsnog niet uit. Oké, we gaan ze graag gebruiken. Ik kijk altijd video's van mensen die een adventskalender uitpakken. En bij hun gaat het altijd zo soepel. En waarom gebeurt dit dan bij mij? Oh, mijn duim zit vast. Ik heb hem. Een relaxing shower gel. Maar ja, deze shower gel dus. En dan gaan we alweer naar het laatste vakje. Een shampoo. Om het helemaal af te maken. Dit is de adventskalender nu we alles hebben uitgepakt. Je had hem kunnen verwachten. Als er een conditioner in zit, dan had je eigenlijk ook al wel een shampoo kunnen verwachten. Maar deze zit er dus ook in. Ik vind gewoon dat er leuke originele dingen in zitten. Deze adventskalender krijgt van mij een duimpje omhoog. En geef deze video nou ook een duimpje omhoog. Wil je mij volgen op Instagram? Dat kan. Zo blijf je ook op de hoogte van alles wat ik nog meer doe. Dus ik zou het heel erg leuk vinden als je me daarop zou volgen. Mijn naam is Danique.Hosmar op Instagram. En dan was dit de video eigenlijk alweer. Vergeet niet te abonneren en zet het belletje aan als je niks van mij wilt missen. En dan zal ik zeggen, tot de volgende keer. Doei doei!